Nou Adriaan, daar sta je nou jongen, met die ster op zak. Ja, we gaan met een ster terug naar Eindhoven. Ja. Gaaf of niet? Fantastisch. Ik bedoel, het is iets wat... Je leeft er niet naartoe, maar je hebt natuurlijk 10, 15 jaar alleen maar op sterrenniveau gewerkt. En nu krijg je hem zelf en dat is toch wel echt een heel mooi moment. Dat is fantastisch. Toen je Zarzo begon, had je toen ook al deze droom, deze gedachte van dit is eigenlijk wel iets wat ik wil? Natuurlijk, een droom gaat natuurlijk wel door je heen, maar het is niet doelbewust. Ik denk dat een tevreden gast het allerbelangrijkste is. En gelukkig dat ik 4, 5 dagen in de week vol zit en dat ik gewoon mijn gast kan plezieren. En dat ik daar een waanzinnig team heb staan vanaf dag 1, waar ik mega trots op ben. Ik bedoel, dat zou ik het liefst aan hun nu willen vertellen. En ja, uiteindelijk zijn hun mijn sterren. Ja, heel cliché gezegd. Nou, we zijn een beetje waar natuurlijk. En ik zag ook op het podium dat je het even lastig had om uit je woorden te komen. Zit er veel emotie in deze ster? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik heb een jaar geleden mijn vader verloren. En dat was wel iets wat hij wel, niet ambieerde, maar wel iets wat hij heel trots op zou zijn. En ik weet dat hij trots op me was. Maar dit, ja, dat geeft, je wilt toch wel je pa en ma als eerste bellen. Dus dat is ja, fantastisch iets om te doen. Dus dat ging even door je heen toen je die naam zag, toen je in werd gezoomd op Eindhoven? En ieder ster die viel, die ging nog kruipen door mijn lichaam. En Groene Lantaarn, 2 sterren, vrienden van mij, fantastisch. Weet je, dat gaat gewoon helemaal trillen. Je hebt ook zelf een historie met het aantal sterrenzaken waar je gewerkt hebt. Denk je dat die ervaringen helpt bij deze ster? Of heb je het echt helemaal zelf gedaan met wat jij met je team in Eindhoven bij Zarzo doet? Tuurlijk niet. Alles wat je hebt geleerd van je leermeesters, dat gaat gewoon in blokjes gaat gewoon door je lichaam. En dat ontplooit zich en met je eigen stijl. En zonder mijn team nogmaals, ik kan zelf wel knolsel rijden, maar hun moeten het uitvoeren. Hun moeten iedere dag weer het constant. Stand die druk en die leg ik op hun om alleen maar het beste mee te geven. Ik bedoel, dat is gewoon het mooiste wat je kunt bedenken. Hoe is het in Eindhoven om met de collega's van de andere sterrenzaken samen te werken? Fantastisch, we zijn gewoon bevriend met elkaar. We hebben een groepsapp. We zijn super veel goed bevriend met Dick en Laura van de Traceberghoeven. Dat is wel dan buiten het centrum. Maar als je dan kijkt, we hebben Wiese, we hebben Avantgarde, we hebben de Kaplongshoeven. In een omtrek van 3 kilometer zijn gewoon 4 sterrenzaken. Dat is natuurlijk wel heel groots voor Eindhoven. In Nederland, samen met Amsterdam en Maastricht, denken we dat we nou wel aan de top zitten. Dat is natuurlijk... Uiteindelijk, ik denk dat onze gasten iedere dag gewoon plezieren. Dat is het allermooiste wat we hebben. En die ster telt mee. En vandaag drinken we erop en morgen is het weer een gewone dag weer. Maar eerst champagne? Eerst champagne.